Antoine Geesink. En die scoort! Juichend publiek en scorende helden op het ijs. 20 jaar geleden zag een wedstrijd van de Utrechtse ijshockeyclub er zo uit. Maar tegenwoordig kan de huidige voorzitter van de club van die glorie alleen maar dromen. Nou, de club is net weer gestart. We hebben met heel veel moeite en heel veel enthousiasme van een hoop vrijwilligers, de gemeente, maar ook Netstede, de eigenaar van de Vechtse banen, hebben samen een start kunnen maken. Eredivisie ijshockey in Nederland is een hele dure aangelegenheid. Dat kun je niet zonder grote sponsors doen en zonder grote spelers. En dit jaar was dat voor ons niet mogelijk. Jansen nu dan, en nu is het wel gebeurd. Toch kon het begin jaren 90 wel. De club werd zelfs 2 keer op rij landskampioen. Het succes was natuurlijk is altijd aan spelers te danken, want die zetten de sportieve prestatie neer. Maar ook daaromheen, je probeert zo'n avond tot een feestje te maken. En dat lukt je natuurlijk door de spelers, door alle medewerkers. Komt dat omdat er 20 jaar geleden veel meer geld beschikbaar was dan nu? Absoluut, absoluut. We leven nou dus in een crisis. Dus daar ben ik zeker van overtuigd. En ijshockey is natuurlijk een kleine sport. Iedereen die geld in de sport doet, wil ook zijn de revenue daarvan hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk op het moment. Voor Danny Galliard maakt het niet meer uit. Hij was een van de spelers die ooit schitterde in het Dream Team. En koestert deze mooie herinneringen. Nou ja, het ongelooflijke enthousiasme van de fans ook. De wedstrijden zelf op zich. En ook het team, vriendschappen die je met elkaar gehad hebt. En het leven in de kleedkamer met elkaar. En ja, de drive die dat hele team had en het ongelooflijke talent wat erin zat. Het talent is er niet meer. En dat heeft ermee te maken dat de jeugdopleiding in de breedte gewoon niet klopt. En een andere hele belangrijke is zou dan geld zijn. Als je dus nu op dit moment op het allerhoogste niveau wil acteren, dan heb je 8-9 buitenlanders heb je nodig om succesvol te kunnen zijn. Omdat is wat de andere teams feitelijk ook doen. En ja, dan gaat het om muntjes. Daar gaat het om. Dus, maar ze moeten gewoon helemaal weer vanaf nul gaan beginnen en zorgen dat die jeugdopleiding klopt. En daar moet je op concentreren. En dan kan je in een tijdbestek van tussen de 5 en 10 jaar, kan je gewoon weer iets moois neerzetten. En laat dat nu precies zijn wat de club van plan is. Wij gaan onze jeugd met name een hele goede kans geven. En over 20 jaar staan er dan weer kampioenen op het ijs? Nee, dat gaat wel binnen nu en een jaar of 4 gebeuren. En misschien kan hij dan toch nog eens juichen.